Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Ja, heel plezierig is Reuma niet. Dit uur de gast Koen Vos, reumatoloog in het Flevo Ziekenhuis. En die kan ons alles vertellen over dit onderwerp. Uh, Koen, ja, je wil het specifiek hebben over reumatoïde artritis. Het komt een beetje rottig de strot uit, maar wat is het precies? afkorting RA is heel makkelijk. Hè. RA, reumatoïde artritis. Ja, dat is. Um... Een aandoening die wij het vaakst zien op onze polykliniek bij patiënten die blijven terugkomen. Het is een, het is een aandoening waarbij meerdere gewrichten chronisch uh, gezwollen blijven. als je er niets aan doet. En die zwelling uh, is, is niet goed voor de gewrichten zelf. En, en als je daar niks aan doet, dan kunnen uiteindelijk die gewrichten beschadigd raken. Ja, even een klein biologie-lesje: een gewricht is, er, is... Gevricht is laten zeggen, een scharnier. He, tussen uh, twee botjes, een scharnier. Dus we hebben heel veel gewrichten, tientallen. Maar in je vingers heb je allemaal gewrichten. Je polsen zijn meerdere gewrichten. Nou ja, enkels, schouders, ellebogen, knieën, enkels, teengevrichten. Alles wat kan buigen. Alles wat kan buigen, wat kan scharnieren, dat is een gewricht. Ja, en als je daar dan een zwelling hebt, nou, dan wordt het lastig. Nou, dan, dan of... zit er letterlijk um, een soort ontstekingsproces ja. in die ruimte, letterlijk vocht. Uh, waardoor de, het gevricht er gezwollen uitziet. En doordat dat vocht niet weg kan, opgesloten zit in dat gevricht, in dat scharnier, kan je die gewrichten niet goed buigen. Dus het maken van een vuist bij een actieve gewrichtsontsteking ja. van vingers, is moeilijk. Is het ook pijnlijk? Het is ook pijnlijk. En ook het geeft een heel stijf gevoel. En klassiek is een beetje dat mensen heel stijf, s ochtends. Uh, opstaan en, en moeilijk hun vingers kunnen buigen. De eerste stappen die ze zetten, uh, is pijnlijk met hun voeten. Maar het is dan wel een langdurige stijfheid. Dus een heel korte startstijfheid. Dat, dat, dat is wat anders. Maar het wordt dan wel in de loop van de dag iets beter? Vaak gaat het wel iets beter. Maar dat ligt een beetje aan uh, hoe, hoe ernstig de, de aandoening is. Maar je krijgt er dus echt dan last van op het moment dat je dus uren uh, in stilstand op bed hebt. Ja, maar eigenlijk heb je, als je het niet behandelt, heb je eigenlijk continu 24 uur per dag een zwelling van één of meerdere gewrichten. Vaak meerdere, vaak symmetrisch. En meestal vingers en de voeten, de tenen. Maar ook enkels, polsen, schouders, knieën kunnen ook betrokken zijn in het verhaal. Het klinkt alsof het vooral in de gewrichten zit die het meest gebruikt. Ja, dat is wel zo. Maar we gebruiken eigenlijk altijd al onze gewrichten Bij elke beweging die je maakt, lopen, wandelen, de dagelijkse dingen die je doet, je gebruikt eigenlijk al je gewrichten. Ja. Ja. Nou, zei je al, um, uh, als je dat hebt, uh, rheumatoïde artritis, dan moet je wel even goed opletten dat je daar niet te lang mee door blijft lopen, want dat kan van alles beschadigen. Ja, we, we vinden dat als er een verdenking is op, op iets dergelijks, dat, dat je dan ja, snel naar je huisarts moet gaan en dat een huisarts die weet dit. Die sturen patiënten snel door naar ons. Dus ja. de delay hè, de, 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 um, is, is niet, niet lang de laatste tijd. Nee. Want huisartsen weten dit wel. Maar wat is dan de schade die je op kunt lopen? Oh. Nou, als je, als je maandenlang rondloopt met continu gezwollen gewrichten. dan kan het kraakbeen beschadigen. Dat is het laagje op de botten in het gewricht. Het, het zachte flexibele laagje. Dat kan beschadigd raken. En dan krijg je ja, eigenlijk vroegtijdige. Arthrose of slijtage mm -hmm. van die gewrichten. Ja, en dat kan je op een gegeven moment niet meer terugdraaien. En dat is zonde. Ja, dus dan heb je straks misschien geen zwelling meer, maar wel. Uh... Nou, die zwelling blijft ook, maar het. Kraakbeen is beschadigd en, en ja, dat kan je niet meer terugdraaien. Dus dat is zonde dat dan ja, uit... vroeger kregen mensen wel eens een gewrichtsvervangende operatie door een orthopeet. Mm -hmm. Om het gewricht in totaal te vervangen. Ja. En nou, uh, klinkt het ook wel een beetje als artrose. De botontkalking en. en... Nou, dat, dat, is, dat zijn alweer twee hele andere diagnosen. Ja. He, artrose krijgen we in principe allemaal. He, boven de 50 jaar, 60 jaar krijg je stugger kraakbeen in de gewrichten en um, ja als dat doorgaat dan, dan hogere leeftijd dan krijg je ook wel wat stramheid en stijfheid maar het is toch een ander verhaal als uh, reumatoidartritis um, osteoporose is weer een ander onderwerp dat is uh, minder kalk Dichtheid van je botten. Dat voel je niks van. Alleen als je valt, kan je eerder wat breken. Ja. En dat is natuurlijk ook een groot probleem. Ja, nou, is dus is echt iets heel anders. Een dan, ander onderwerp. Ja, dan, ja. dan RA. Ja. Um, dan over die reuma, hoe kom je eraan? Nou, dat is een, dat is een moeilijke, moeilijke vraag. Eigenlijk weten we dat niet zo goed. Um, men, het, het immuunsysteem, want wij beschouwen RA, reumatoïde artritis, als een auto-immuunziekte. Het immuunsysteem systeem wat bedoeld is. Om je te beschermen tegen virussen en bacteriën. Dat immuunsysteem is als het ware op hol geslagen. En. Uh, ja, uh, valt je eigen systeem aan. je eigen uh, lichaam aan. Net zoals ook andere uh, auto-immuunziekten. dat uh, 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 daar een rol speelt. Ja, dus je maakt jezelf ziek. Dat is ja, alweer. het immuunsysteem valt jezelf aan. En wij, wij denken wel dat dat soms wat vaker voorkomt in bepaalde families. Maar zeker niet 100 Zeker niet. Ik kan niet zeggen dat het een erfelijke aandoening is. En er zijn wel wat omgevingsfactoren waaraan wordt gedacht. En bewezen is wel dat bijvoorbeeld roken verhoogt de kans op RA toch uh, twee keer. Dus de kans op RA om dat te krijgen is ongeveer 1 à 2 procent in iemands leven. Nou, en als er wat omgevingsfactoren zijn, zoals roken, dan ga je niet van 1... Dan Is het niet 1%, maar bijvoorbeeld 2%. Of je gaat van 2 naar 4%. Ja, maar bij roken denk je niet onmiddellijk aan een verband met dat je dus uh, iets aan je gewrichten kan krijgen. Nou, daarom dat wilde ik het toch noemen ologisch. dat de kans verdubbelt. Dat wilde ik toch noemen. Ja. 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 En op welke leeftijd uh, komt het vooral? Uh, nou, kan op alle voor... leeftijden, maar laat zeggen meestal tussen de 30 en de 50, wat vaker bij vrouwen dan bij mannen. Maar ook kinderen kunnen een vorm van RA krijgen. We noemen dat dan niet RA, maar we noemen dat dan jeugdreuma. Dus leeftijd doet er eigenlijk niet zoveel toe. Nee. En, en nou goed, we zijn het al. Je, uh, je komt bij de huisarts. Die kan vrij snel. Uh, die moet vrij ja. snel doorhebben wat er aan de hand is. Ja, ja, ja. En dan kom je. Uh, dan komen, ze, dan komen het de mensen huis. bij ons op de polykliniek. En ja. eigenlijk zie ik dat al in de wachtkamer. Dat dit waarschijnlijk al zoiets is. Dat zie je ja. aan de mensen. Hoe ze naar je toe komen. Hoe, hoe ze jou een hand geven. Ik zeg heel vaak: nou, geef geen hand. Ik geef liever vandaag geen hand. Want. En, en, nou ja, wij doen dan lichamelijk onderzoek. En we kijken of we die zwellingen zien van die gewrichten. Of ze beperkt zijn in beweging. En wij doen wat bloedonderzoek, eventueel een echo. We kunnen nog röntgenonderzoek doen. En dan rolt de diagnose er eigenlijk best wel snel uit. Ja, Con, wat is dat voor nieuw medicijn? Nou, nieuw. Ik. ik... Um, ik wil graag vertellen over uh, nieuwe ontwikkelingen in ons, in ons vakgebied. Maar dat zijn wel ontwikkelingen die laatst zeggen 20 jaar geleden zijn begonnen. Uh, vroeger gaf men bij uh, RA um, medicijnen als. Dat doen we nog steeds trouwens. Ik kan, ik kan ze noemen, maar ik denk dat. Dat genoemde luisteraar ze niet kent, maar metotrexate plakken, perine, prednisolon. Dat waren pillen. Dat klinkt als veel medicijnen. Nou, dat, die, en die werken ook wel, maar op een gegeven moment uh, je had een groep die, die, uh, die, waarbij we de RA niet rustig kregen, ondanks die medicijnen. Mm -hmm. En toen twintig jaar geleden zijn de zogenaamde biologicals ontwikkeld. Dat zijn uh, medicijnen die niet via een pil gegeven worden, maar via een infuus of via een subcutane injectie. Dus mensen prikken zichzelf in de bovenbeen of in de buik... met een klein prikje, zoals een insulinepen. Eén keer per week of één keer per twee weken. En die medicijnen hebben toch wel um, ja, een enorme efficiëntie. Dus de maar groep alleen die... bij een bepaalde groep? Nou, bij de groep die, niet, die wij niet rustig kregen... waarbij de gewrichten niet normaal werden... bij de eerstgenoemde groep... Konden we toen opeens een enorme groep uh, verder helpen. En dat kon daarvoor niet. Ja. En dat heeft toch wel een soort revolutie gebracht in ons vakgebied. He, zo dat, dat de gewrichten niet meer beschadigd raken. Um, twintig jaar geleden en daarvoor uh, had je nog rolstoelen in onze polykliniek. En, en uh, ja, ja zag je, moesten we vragen aan plastische chirurgen om pezenoperaties uh, operaties te doen en we moesten vaak aan, aan orthopeden vragen om gewrichten te vervangen en dat gebeurt nu steeds minder. Dus we hebben met dat soort medicijnen, de, dat soort specialisten uh, eigenlijk heel veel werk ontnomen, wat natuurlijk fantastisch is. Ja, betekent dat nou ook dat je kan zeggen dat er artritis goed te behandelen is? Ja, vind ik wel. Ik ben heel en dus ja, een stuk beter dan uh, veel beter. Een en enorm. Mensen kunnen weer. Kunnen blijven werken, kunnen blijven sporten, kunnen blijven functioneren door dit soort middelen. En dat was dus tot voor kort. Uh, nou, het... is, die, die, die verandering is, is zeggen twintig jaar geleden begonnen. En um, die biologicals, daar, vroeger hadden we er één, twee of drie, en we hebben er nu al uh, wel tien soorten. Hè, dus uh, het is nu eigenlijk lastig van welke keuze maak je. Wie krijgt welk medicijn? Ja, ja, precies. En wanneer moet je starten met welke? En wanneer moet je switchen van de ene naar de ander? Nou, is wel sinds twee jaar. is er weer een nieuwe groep medicijnen uh, erbij gekomen. Uh, en dat zijn de zogenaamde jakremmers. Jakremmers. En dat is, zijn weer pillen. of medicijnen die per pil. gegeven kunnen worden. En. Uh, nou ja, nu we moeten we uitzoeken of dat net zo goed werkt. en net zo veilig is als die. Biologicals, maar daar zijn we hard mee bezig. Het lijkt me beter om een pilletje te slikken dan nou een ja, prikken of zo. Ja, dat, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Ja. Um, um, ja, wordt het eigenlijk allemaal wel vergoed door de verzekering? Ja. Of is ja. dat heel duur om reuma te hebben? Nee, gelukkig wordt, wordt in Nederland en in de meeste westerse landen wordt dit, wordt dit vergoed. Ja, hoeveel last heb je er eigenlijk nog van als je inderdaad die medicijnen uh, gebruikt? Nou, dan. dan... Eigenlijk niet, of laat zeggen, we kunnen de, de RA ja, misschien wel 90-95% remmen. Ja? En dat maakt natuurlijk heel veel uit. Ja, dus dan kan je gewoon weer uh, je handen gebruiken. Ja. je vuist maken. Nee, eh. maar de bedoeling is om gewoon uh, ni niets te zien aan die gevlichten. En dat, en dat lukt uh, bij laatste bij, bij 90% van de patiënten lukt het om de RA vrijwel in remissie te krijgen. En remissie betekent geen zwelling. Geen bewegingsbeperking en geen pijn. Maar je moet dan wel de rest van je leven die medicijnen uh, ja. blijven gebruiken. Ja, ja, ja. Ja. Als je ermee stopt, dan komt het gewoon weer terug. Ja, want het ja. um, heeft natuurlijk wel impact dat je een chronische ziekte hebt. Hè? Ja. Ja. ja, de diagnose is wel, um, heeft wel een impact. Ja. Als je eenmaal die diagnose hebt, dat betekent wel wat. Ja. Dan, dan eigenlijk betekent dat dat je levenslang bij een. Een arts bij een reumatoloog eh, toch een paar keer per jaar langskomt om te kijken of het goed gaat. Er zijn uitzonderingen hoor. Ik wil, hè, de, de, je ziet wel eens dat iemand kan stoppen met medicatie en dat het dan wonderwel die jaren daarna goed gaat. Wij kunnen in het bloed ook wel een beetje voorspellen of iemand in die groep zit. Als je de reumafactor en, en een nieuw soort reumafactor, dat heet de anti-CCP-test. als je die in je bloed hebt, mm -hmm. ja, dan, dan is, het, is de kans dat het een chronische aandoening is wel heel groot. Ja. En, um... Maar eigenlijk is de techniek al zo ver ontwikkeld, of de medische wetenschap zo ver ontwikkeld, dat je al bijna prognoses per patiënt kan geven van hoe dat gaat verlopen, zo'n ziektebeeld? Nou, we, zijn, we weten. We weten, we kunnen dat beter dan dan, dan 20 jaar geleden. Maar um, het, kijk, het lastige is dat wij niet precies kunnen voorspellen welk middel kan ik nu het beste? Uh, waar kan ik het beste mee starten? Ja, het is niet dat je de, um, een drupje bloed hebt en dat je daar wat op kan testen en dan weet nou, je het. N, ja, dat ik dan middel A moet geven en niet B en niet C. Dus het is nu wel zo van wij wij starten een bepaalde volgorde van medicijnen en. Um, bij, ja, bij sommigen uh, moeten we weer veranderen. Mm -hmm. En dat had je natuurlijk liever van tevoren geweten. He, dat, dat noemen we um, ja, tailor-made, ja, dus medicine. Uh, of echt op maat gemaakt. Op maat gemaakt. En daar is men wel, wel mee bezig op dit moment. Ja, iets ja. er want dus toen hadden we het over risicofactoren. Uh, roken kan daar dus een van zijn. Ja. Uh, ja. Dan verdubbelt je de kans eigenlijk op, uh, op ruimte. Als het 1 ja. is, is het 2 ja. Zijn er andere dingen die je misschien moet laten? Nee, er is niet een, een, een bewezen effect van een bepaald dieet of, of, uh, of, het, of een klimaat. He, men denkt wel eens, Goh, in, uh, in de Sahara zullen wel, mensen wel geen artritis hebben, maar dat is niet waar. Die kunnen dat ook krijgen. Het voelt natuurlijk in het algemeen wel lekkerder als het, als het warm en droog is. Maar dat geldt eigenlijk voor, voor iedereen. He, als je in een vochtig, koud soeterrein slaapt, dan voel je je toch eerder je spieren. Maar het is dus niet zo dat het klimaat de aandoening uh, veroorzaakt. Nee, want het is ja. dus al die oma's die zeggen... we gaan lekker in Spanje overwinteren. Nou, het, voelt wel. het voelt wel lekkerder aan. Maar ja. het is niet zo dat je dat de kans verkleint dat je het krijgt... of ja. dat de ziekte dan opeens overgaat. Ja, je, dat je kan is hier niet ook zo. gewoon de kachel aandoen. Ah, je kan hier naar de, naar de, lekker zwemmen in een warm water of, of, of naar een sauna gaan. Ja. Ja. Uh, Koen, uh, hebben we nog iets gemist? We zijn bijna aan het einde van de tijd. We hebben volgens mij heel veel thema's aangekaart. Ik denk het ook wel. Ja, ja. Ja. Uh, nou goed. Goede vragen overigens. Ja. Uh, nou, <laughs> dank je wel. Uh, meer informatie kun je natuurlijk vinden ja. op de site van het Ziekenhuis. Ja. Dan moet je even klikken op reumatologie, denk ik. Ja, en ik, ik wil nog even zeggen dat uh, reuma-nederland.nl is een hele goede website en voor eigenlijk elke lichamelijke of psychische klacht die je hebt uh, thuisarts.nl. Fantastische websites. Koen Vos, dank je wel.